Oké, we hebben Milan neer. Je was heel low. Oké, dan gaan we dan. What the fuck? Oh! Ja! Ja! Yes! Yo, kijkers van Gewoon Gerlo. Vandaag gaan wij tegen de beste spelers van Fruske Games duellen. En daarmee moeten we natuurlijk wel beginnen met de famous Optimaal. Hallo Optimaal. Hey! Dus ja, dat is een heel goed begin van de video. We gaan eerst Bult UHC. Alright mensen, voordat we naar het duel toe gaan, introduceer ik jullie eerst de 5 beste PvP'ers van Fruske Games. Tenminste, een van de beste. Misschien ga ik ook een deel 2 hierover maken. Hangt er vanaf hoeveel likes het krijgt. Dus drop zeker een like op deze video. Dus hier komt de introductie van alle PvP'ers. Optimaal, Juwens, de leader van No Effort, staat bekend om de man die met S loopt en zijn rot spamt. Hij heeft in het verleden als tweede hebben we Sam Lee, een hele goede PvP'er van No Effort en Outcast. Heeft ook hele hoge killstreaks op de server en doet vaak mee en presteert goed met events. Daarna komt Ockerly, een hele goede PvP'er op de server. Hij is een hele stille vechter, want zijn mic is altijd gemute. Vandaar wordt hij ook wel een tryhard genoemd. Als volgt komt Smexy, een eventwinner op mijn Discord. Links eten is pizza, dus dat zal hem zeker helpen in dit gevecht. En als laatst komt Milan Q, een member van Outcast. Heeft altijd hele goede PvP battles op factions en presteert daar heel erg goed. En daarna no debuff. En dan doe ik 5 hele goede Frusky spelers. Want ja, we moeten natuurlijk Optimaal zijn stats even bekijken. Slash stats, Optimaal. Heel slecht. Oei, dat zijn betere stats dan mij. Oké, dat is ongelukkig. En het wordt een zweetvideo, jongens. En het is laat. Oké, ga ik gast, ik ben letterlijk shit. Je kan me gewoon beaten. Oké. Kijk, je hebt altijd van die jongen, vandaag ging ik duels doen ofzo. En die Parasols Junior zei Optimaal, mag ik in je faction? Ja, ik zit in die call. En jij liep er gewoon die call. Ja. Hij is in die call, jongen. Hij is heel grappig, gast. Normaal Optimaal. Hit die shots, wat? Ik ga dood. Ik ben letterlijk dood. Ik ben letterlijk dood. What the fuck? Ben je er nog Optimaal? Kom maar lekker bij staan! Gast, let ik iedereen ga mij memen nu. En hoe zeg je dat ook alweer? Gememd door de meme gang! Oi, hey, we zouden nog een potje door debuff! Ja. Oh ja, maar ik compleet gevolgd. No problem. Ik verwachtte het what terug. What the fuck, jongen? Wat is dat? We gingen gelijk. Dat ik kut deze video. Klaar. heb je tips voor de toekomstige mensen die tegen mij gaan fighten? Tegen de andere pros? Van de Frisky Games. Nee, ik hoop voor hun dat ze jou wel pakken en dat ze niet zo slecht zijn geworden als ik. Jongens, mag ik een hashtag pray voor Optimaal? Ik ga je comment vastzetten onder de video bij deze. En dan, let's move to the next one. Oké, mensen, de volgende, de beste PvP'ers van Frusky Games is Sam Lee. En we gaan natuurlijk eerst even zijn stats bekijken. Hij praat nooit, dus misschien is het wel een meisje, wie weet, je weet het nooit. 4.52 KDR, beter dan die van mij. Hij presteert altijd heel goed in Red Rovers. En nu ga ik zelf tegen hem fighten.
Wacht, eigenlijk, ik moet hem niet triggerd maken, want ik probeer de pot te winnen. Ik moet natuurlijk, moet normaal blijven. Ik zie je, hij wordt al wat, wat gekker. Oh, rustig aan, Sam the God. I'm gonna quick drop you. Oké, kom op, Sam. Sam Lee! Bruce Lee shit! Pow, pow, pow! Oké. Eindigen we mensen hun carrière? Of blijft de Sam Lee strong? Geëmpeld door Assembly. Alright. Dat is een GG waard. Dan moet je de beste verslaan. Hey dude, chill. Let me cap. Oh, het punt is altijd bij... Kijk, bij no debuffs kan je zeggen... Laat me speed drink ofzo. Maar in build UHC is het altijd aggro as fuck. Holy shit. Oké, lava mist. Oké. Fuck! Yo, chill. Oké. Holy shit, what a pressure. ...2.1 HP, oké. Ik kan ermee leven. Trash, zegt hij, alright. Oei. Alright jongens, laten we gaan naar de volgende PvP'er. Pow. Alright mensen, we zijn bij de volgende tegenstander aangekomen. En dat is Oakley. We gaan eerst een potje Build Uitsy en daarna een potje No Debuff. Je kan hem ook zeker een God PvP'er noemen van Frisky Games. Hij kan ook niet praten, net zoals Sam Lee. En dit is toch een KDR... Ik denk dat dit wel een van de beste is. Dat moet wel. Oakley die heeft echt een hele hoge KDR. Zit nu ook op een killstreak van 34. Dus stel we gaan hem killen. Dan hebben we ook een mooie killstreak verbroken. Oké, laten we beginnen met Build UHC. Oakley, doe je best. Ik zet eventjes mijn clear glass. Zo. Oké. We hebben beide lava, oké. Oké. Chill, man. Oké, jongens, we moeten die focus houden tegen die Okie. Hij is knettergek. Oké, daar gaan we dan. Come on, Aak. Nee, dat waren iets te veel gods. Oké. Waarschijnlijk heeft hij deze gewonnen. En nog 4 HP. Alright. GG's. Dat is dus... we deden het oké. Hij had gewoon even één goede combo en dat pakt gewoon heel veel HP van mij af. Ik moet hem niet onderschatten hierin. Ik heb hem wel eens eerder gebied in no debuff, dus het zou zomaar kunnen dat het nog een keer gaat gebeuren. Oh, wow! Hij ruikt bloed. Oké. Even eten. Moet je ook eten? Nee, oké. Dat zijn leuke hits van mij. Oh! Ja! Ja!
Yes! Yes, ik heb nog een half hartje. Yes! Oh, yes, wat een geluk. Holy shit, wat een geluk. Oh mijn god. GG. Oculi had nog 5 pots. Oh mijn god. Zijn popmanagement was gewoon even wat beter die fight. We hebben toch zijn killstreak nog kunnen pakken. Oculi. Wat vond je ervan? Even wachten. Dus ja, we zijn nog niet Fuck Aji, welkom met de fucking klok aan de krap. Wat de fuck wil je bestellen? Ah, ik wil kaas. Helemaal slecht geworden. Ik ben eventjes een pauze genomen van YouTube. Maar we komen weer terug met mooie video ideeën. Sterker dan ooit. En dan tot de volgende tegenstander. Verre heeft hele grote tita. Meid alcohol. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Alright mensen, de vierde van vandaag is Smexy. We hebben ook wat beste kijkers erbij staan. We gaan eerst een potje Bultuitsy. Smexy heeft zijn event winner op mijn Discord. Mijn link van mijn Discord staat in de beschrijving. Join hem alsjeblieft, snel. In de beschrijving, link, klik erop. En we gaan dus eventjes een potje Bultuitsy tegen elkaar. Hey, doe normaal. What the fuck? Je gaat tegen mij vechten. Wat? What the fuck? De bedreiger van DutchTuber zit op Plus Credentials. What the fuck? Hey, wacht. Nee. Dat doen we niet aan. Oh. Nee. Wacht. Kijk, je wordt uiteindelijk in een hoek geleid. Uiteindelijk zit je in een hoek. Fucking bitch dat je bent. Fuck! Oké, let's speed up. Oké. Oké, dan gaan we. Jij wil ook graag winnen, zie ik. Nee. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik zal vallen. Ja, met één pot. Zeker niet. Ja, met één potion. Maar jij niet zo te zien! Wat is er, Sammy? Smexy. Dit zal je onthouden. Dit komt op YouTube. Ja. Ja, drink maar weer een speed op 40 seconds. Ja, oh ja, dit weet je ook niet. En we zijn weer vol HP, folks. Zo. Mannen zijn bij de auto's. Wat zat er nu? Ik heb er nog wel flink wat, vind ik. Een broodje even, of een vleesje. We gaan het afmaken met de jitter. Geen pot, alright. Het valt mee, Smexy, zie je, het valt mee. Alright. Dus eerst optimaal, daarna Samly, Oculi en nu ben jij. Hoe vond je het? Alright. Dat is dus de reactie als je gepakt wordt door gewoon Gerlof, jongens. Mag ik een GG? Dus ik kom er vast wel een keertje tegen op de Bult FA op play.fruskygames.nl fuck.net.nl gewoon. En dan, tot de laatste tegenstander. Oké, mensen. We zijn bij de laatste tegenstander aangekomen. Milan Q. En wij gaan dus tegen elkaar duellen. Het is mijn laatste tegenstander. Nou, hij is van Outcast, een hele goede faction op YouTube Factions. Milan, heb je zelf wat dingen toe te voegen? En dan
ja, ik ben benieuwd of je wint of niet. Het is voor mij altijd een challenge om tegen de beste PvP'ers van Frisky te fighten. Goddomme. Oh. Oké, ik moet meer mijn rol gebruiken. Oké, gap en we gaan. Jeetje. Oké. Oké. Dat zijn pas trades. Oké, we hebben een bow battle aan met die Milan. Oké, we hebben Milan neer. Je was heel low. Oké. Oké, Milan. Helper van Frisky Games. We gaan nu een potje no debuff doen. Jij moet mij even duellen. Oh nee. Is die knockback al aangepast? Ik heb geen... Volgens mij wel. Ik weet niet. We moeten wel even winnen natuurlijk van die Milan. Oké, kom op. Come on, the 2-0. Instant craft, altijd een crafter. En ze moeten hem killen. Oké. Alright. Drie pot. Eigenlijk valt me dat nogal mee. Alright. Hoe heet het? Maar jij komt zeker in het lijstje te staan. We kijken niet alleen naar nu. We kijken naar overall jouw skills. Dus ja. Dit was het duel tegen Milan. Op naar de outro. Yo beste kijkers! Dit was de video! Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker niet even te liken. Want ik hou van likes. Dan maak ik meer video's. Ik hou ook van jullie. Abonneer ook op mijn kanaal met het belletje aan. Zodat je niemand mist. Ook niet Okkeli. En dan laat ook eventjes een comment achter wat je van deze video vond. En of je zelf ook goed bent in PvP. Of je bent gewoon shit, dan mag je dat ook typen. En dan join ook mijn Discord. Daar zitten ook heel veel goede PvP'ers in. En ja, tot de volgende video. Dag. Dag, beste kijkers.